en president Desiree Bouterse is onder de indruk van het nieuwe gebouw van de Amerikaanse ambassade. Volgens het staatshoofd is het Amerikaanse consulaat vervangen door een van de grootste bouwkundige werken in Paramaribo. President Bouterse bracht in herinnering dat Amerika een deel van haar kracht ontleent aan de diversiteit van de bevolking. Het staatshoofd zei erin te geloven dat het verschil in geschiedenis van de beide landen, Suriname goede stappen vooruit kan maken in het verkrijgen van duurzame ontwikkeling en rijkdom. To break through ethnic barriers and become one nation. In this respect, it makes no difference whether we are looking at a small or a large nation. The same principles apply. In the modern world, we have become aware of the fact that interdependence of nations is not just a noble goal, but an absolute necessity. When we consider environmental concerns, we know that interdependence and cooperation are primordial. The same applies when we look at the dangers of international health issues and our common struggle against terrorism and international organized crime. President Bouterse heeft er ook geloof in dat de Amerikaanse ambassade een sterk symbool zal zijn die de samenwerkingsrelatie op het gebied van handel en economie verder zal versterken. De Amerikaanse ambassadeur Edwin Nolan memoreerde dat de Verenigde Staten en Suriname tot nu toe een volwassen en robuuste relatie hebben. As ambassador, it is my charge from President Obama to continue and deepen and expand those bonds. I'm proud to say that our relationship with Suriname has never been stronger. Over the decades, there have been countless examples of U.S. and Surinamese engagement and cooperation, both bilaterally and through international organizations. For example, 2016 marks the 10th anniversary of the highly successful partnership between the Surinamese Defense Forces and the South Dakota National Guard. We are also seeing ever-improving security cooperation in both air travel and with the maritime industry, as Suriname works to facilitate legitimate travel and trade between our two nations and within the Caribbean region. In fact, Suriname just received last point of departure status with the Transportation Security Administration, which paves the way for non-stop flights between Suriname and the U.S. De Amerikaanse ambassadeur hield de aanwezigen verder voor dat de spirit van Suriname helemaal aanwezig is in dit nieuw gebouw. Hij doelde daarmee op de muren die van rijskaf zijn gemaakt en vooral op de Surinaamse kunstwerken die overal in het gebouw zijn opgehangen. Het nieuwe gebouw van de Amerikaanse ambassade staat aan de Kristalstraat te Morgenstond.